Het verkeerslicht bij de kruising van de Van het Hoogruisstraat en de Slangenhoutstraat wordt nog niet in werking gesteld, zegt minister Riad Noor Mohammed van Openbare Werken. De bewindsman geeft aan dat het onderzoek van de laatste vernieling aan het ijzerwerk in augustus 2020 nog gaande is. Wegmeubilair dat is aangereden is verzekerd. Ik heb de opdrachtgever dat het nog niet gedaan wordt. Omdat dat ontwerp was gemaakt met de verkeerseisen en er was zelf een hogere veiligheidsmarge erop gezet. En toch is dit gebeurd. Dus het had niet mogen gebeuren. Ondanks men hier een hele hoge veiligheidsmarge heeft gebruikt. Dus dat is de issue van vracht vanuit de haven, dat soms hoger kan zijn dan we verwachten. Je weet, de ondernemers, de industrie gaat bloeien. Er zal zeker veel meer hoogvrachtverkeer komen vanuit de haven. En dus moeten we rekening houden, dat is de reden waarom ik het voorlopig nog niet laat plaatsen. Omdat wij rekening moeten houden met toekomstige ontwikkelingen vanuit de nieuwe haven richting het zuiden. Noor Mohammed is zelf rond piekuren bij de kruising geweest en concludeert dat verkeerslichten de situatie ter plekke reguleren, maar niet altijd. Ze helpen het verkeer te regelen en te stroomlijnen. Dus normaal is dat het uitgangspunt. Ik hou eerlijk gezegd niet van dat je moet borre doen. Dus daar ben ik geen voorstander van. Dus ik ga nu niet zeggen of die verkeerslichten terugkomen en ik ga zeggen waarom. Binnenkort zijn we zover dat we het startje gaan geven voor de wegriolering en verkeersaanpassingen in de Van Hogeruisstraat. Ik wil nu niet gaan investeren in iets nieuws terwijl ik het daar over een jaar weer moet afbreken. Dat is de reden waarom ik alle bewoners van Beekhuizen heb gevraagd een beetje geduld te hebben over de ontwatering. Het is zo dat ik de mensen van Land van Dijk ook een beetje geduld heb gevraagd. Ook hun lopen onder water. De weg Surpos daar gaat helemaal gerehabiliteerd, vernieuwd worden. Het wordt een prachtige weg. De riolering wordt ook aangepakt. Maar ik wil nu geen geld gaan investeren met een aannemer. En over een paar jaar moet ik hem, volgend jaar of over 2 jaar moet ik hem weer afbreken, et cetera. Dus daarom vraag ik de mensen geduld. Het is een klein beetje opoffering. Ik rij ook daar elke week 1 keer. Als we langzaam rijden, dan gaan we dat geduld kunnen opbrengen. Minister Riad Noor Mohammed van Openbare Werken. Hij gaf aan dat het verkeerslicht op de kruising van de Van het Hoogruis en Slangenhoutstraat nog niet wordt gemaakt. Omdat het ministerie zich binnenkort over de ontwatering van dat gebied zal ontfermen.